De gramang der Okaners, Bono Velanti, is gisteren ontvangen door president Desi Bouterse. Het grootopperhoofd is al geruime tijd in de stad voor medische observatie. Tijdens het bezoek heeft Bouterse zijn medeleven betuigd aan de gramang. Onderwerpen die betrekking hebben op de Maron-gemeenschap zijn niet aan de orde gekomen. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling zegt aan onze nieuwsdienst dat de gezondheidstoestand van Velanti de betere kant op gaat. We wachten de resultaten van enkele medische onderzoekingen af. Zodra de artsen groen licht geven, kan de gramang terug, aldus Dikan. De bewindsman weet niet of er een tweede gesprek komt tussen het staatshoofd en gramang Velanti.